Hallo allemaal, ik ben Connie Tummers van visioinfo.com en dit is alweer de vijfde coronales. Ik dacht, toen het begin van corona was, dacht ik van nou een lesje of twee, drie, dan zijn we weer back to normal. Maar het gaat wat langer duren, ben ik bang. Ik vind het heel leuk dat jullie dit volgen, dat jullie je best doen om sterk te zijn en jezelf in conditie te houden onder best wel moeilijke omstandigheden. Evenwicht kun je trainen. Als we ouder worden, nemen bij de meeste mensen de evenwichtsgevoelens en dergelijke af. Je capabiliteit om op een fiets te blijven rijden wordt minder. Op een gegeven moment val je een keer, je valt nog een keer, je denkt weg die fiets. En heel veel ouderen lopen met een rollator omdat hun evenwicht slecht is. Het is niet vanwege de kracht, het is vanwege het evenwicht. Dus wacht niet met je evenwicht trainen totdat je in problemen komt. Oefen het nu. En als je mij zo meteen ziet stuntelen met dat evenwicht, dan weet je ook waarom. En ik ben nog lang geen 80. We staan rechtop, de benen een beetje in spreidstand. En we beginnen met die mooie houding, daar hebben we het de vorige keer over gehad. Dus je rug is een beetje hol, je borstbeen is omhoog en je kin is in. En dan gaan we in twee stapjes naar beneden. We beginnen uiteraard met de quadriceps. 1, 2, ik steun niet hè. 1, 2, naar beneden. 1, 2, en omhoog. 1, 2. Dan gaan we hem in vier stapjes doen. Zet het maar gerust een beetje wijd. En zorg ervoor dat je knieën niet voorbij je tenen komen. 1, 2, 3, 4. En je gaat net zo diep als je kan. En je komt er omhoog. 1, 2, 3, 4. En die mooie houding, hè? 1, 2, 3, 4. Billen naar achteren. Knieën achter je tenen. En weer omhoog. 1, 2, 3, 4. En nog een keer. 1, 2, 3, 4. En omhoog. 1, 2, 3, 4. In 8 tellen gaan we naar beneden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let erop, je billen zijn naar achteren, je borstbeen is omhoog. Dus niet dit, maar dit. En weer omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Goed zo. Naar beneden. 1. 5, 6, 7, 8. En we blijven 8 tellen beneden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En we gaan weer 8 tellen omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nog een keer. 1, 2, 3, 4. Schouderslaag. Borstbeen omhoog. 8, we blijven 8 tellen beneden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En weer 8 tellen omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adem in en adem uit. En opnieuw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. We blijven 8 tellen diep, maar 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 houding. En nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. En in 2, 3, 4, 6, 7, 8. En naar beneden. 1, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We staan dichter bij elkaar. Doe de kuiten op en neer. Zet je handen maar aan je zij. Op. En op. En lekker tempo. Op. En op. En op. De benen gaan wat wijder. Op. En op. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benen weer bij elkaar. 1, 2, borstbeen. 3, kin. 4, 5, 6, 7, 8. En de benen weer wijd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En we gaan de quadriceps weer doen. We gaan in 8 tellen. Rustig omlaag. Dan gaan we naar links en naar rechts. We komen 8 tellen. Weer rustig omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Binnen naar achter. 8. En 1 kant. En terug. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 8 tellen omhoog. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nog één keer. Schouders laag, goede houding, naar beneden. 1, 2, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En weer omhoog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benen een beetje bij elkaar. We gaan op de tenen. Op. 2, 3. Maakt niet zoveel uit of je je voeten echt uitdraait of naar voren zet. Maakt niet uit. 6, 7, 8. Lekker wijd. Wordt het moeilijker, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dicht bij elkaar. 1, lekker tempo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nog een keer wijd. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We gaan evenwicht doen. Je staat op één been. Je trekt het andere been omhoog. Je zoekt een punt in de verte en dat punt hou je vast. Als je een punt vlak voor je zoekt, dan word je veel wiebeler. Punt in de verte. En als je dat punt bereikt hebt en je hebt je evenwicht gevonden, dan doe je je ogen dicht. En dan voel je wat er gebeurt met je evenwicht. En ik ben hier ook niet perfect in. Als je denkt het is te moeilijk met het matje, dan is het een hele goede om het matje een schop te geven. Om het even op de kale vloer te doen. Dan heb je veel meer stabiliteit dan op zo'n dik matje. Andere voet. 1 been omhoog. Je zoekt je evenwicht, zoek een punt in de verte. En dan voorzichtig doe je je ogen dicht. En los. Eerste been weer. Je trekt je been omhoog. Als je het eng vindt of je verliest je evenwicht, zoek een stoel in de buurt dat je met een vinger op kan. Maar oefen het wel en haal ze nu dan die vinger omhoog. Punt in de verte. Als je evenwicht hebt gevonden, doe je je ogen voorzichtig dicht. Oké. En terug. Andere kant. Been omhoog. Zoek een punt in de verte. En zodra je denkt ik heb mijn balans gevonden, doe je ogen dicht.
En je blijft staan. En dan voel je hoe je spieren van je onderbeen en de rest van je lichaam ook continu in actie zijn om je evenwicht te bewaren. Oké, dit is genoeg. Oefen dit als je je tanden staat te poetsen. Doe het ook eens met je ogen dicht. Als je staat te wachten tot de aardappelen gaar zijn, sta eens op één been. Punt in de verte zoeken, je ogen dicht. Zorg ervoor dat je dat evenwicht goed behoudt. Als je deze les volgt, dan zul je merken dat er vaak een opbouw in een oefening zit. Doe die opbouw tot het punt waarop je denkt van, oké, dit kan ik nog. En als je dan ziet dat die opbouw verder gaat en jij denkt van, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Ga dan niet stil liggen op de mat, maar blijf het stukje oefening doen wat je nog net kon. En ga niet voorbij je grens. Het is belangrijk dat je nu zelf in de gaten houdt wat je kan en niet. Want ik loop dus niet rond in de les om mensen te corrigeren of om te zeggen van, joh, doe jij maar even rustig aan. Voel in je lichaam en doe niets wat je echt niet kan. Het wreekt zich. Je krijgt spierpijn, je krijgt andere klachten. Spierpijn is niet erg, maar andere klachten wel. Zet hem op. We gaan op de rug liggen. Met de knieën opgetrokken neergezet. Je hoofd op de grond. Je armen 45 graden van je af. En je handruggen op de grond. Dan ga je omhoog. En je gaat omlaag. En je gaat niet een beetje omhoog. Je gaat maximaal omhoog. Je gaat zo hoog als je kan. Oké, en terug. Je blaast uit. En je ademt in. Als je ontspant, adem je in. En als je kracht zet, blaas je uit. En terug. De voeten zijn dicht bij elkaar. De knieën zijn dicht bij elkaar. Op en terug. En op en terug. En op en terug. En op en terug. We gaan omhoog. Eén been steek je naar het plafond. Je zet hem neer en je gaat terug. En omhoog. En het andere been gaat omhoog naar het plafond. Zet neer en terug. En omhoog. Omhoog. Zet neer en terug. En op. Steek dat been uit. Zet neer en terug. Nog vier. Op en uit. Neer en terug. En drie. En uit. Neer en terug. En twee. En uit. Goed hoog, hè? Terug. En laatste. En op. En neer. En terug. Handen voor de borst gekruist. Dan gaan we proberen hetzelfde te doen. Op. En uit. En neer. En terug. Als dat niet gaat, dan zet je ellebogen op de grond. Of je houdt je handen daar. Dit kan ook. Op. En uit. En neer. En terug. Nog vier. Nog drie. En uit. Echt naar het plafond, hè? En twee. Op, neer en terug. En de laatste. Op, neer en terug. Handen weer op de grond. Handruggen in de grond. En dan duw je en dan voel je dat je schouderbladen in de grond drukken. Je rug hol wordt. En je een hele mooie houding krijgt. Oké. Je gaat omhoog. Steek dat been uit. Nu ga je met de billen weer naar beneden, maar dat been blijft hoog. En op en terug. En op, zet het been neer en plat. Omhoog, andere been uit. En gaat bekken naar beneden. Op en op. En op, been neer en plat. Dat probeer je met je ellebogen op de grond. Omhoog, één been op. Eén, twee, zet je been neer en terug. Andere been, op, 1, 2, zet neer en terug. Handen voor de borst, op, uit, 1, 2, zet neer en terug. Omhoog, steek uit, 1, 2, zet neer en terug. Nog 4. 1 en 2, zet neer en terug. Nog 3 en uit. 1 en
2, zet, neer en terug. Nog 2, uit. 1 en 2, zet, neer en terug. Omhoog, andere been, laatste keer. 1 en 2, zet, neer en terug. Ik zeg altijd, ons lichaam is lui. Dat is niet helemaal zo. Ons lichaam gaat efficiënt om met de energie die we hebben. En dat was in vroeger jaren, als je op een makkelijke manier aan je eten kon komen, dan had je zo min mogelijk energie verspild, dus zo min mogelijk calorieën verspild en zo groot mogelijke winsten. Dat waren de mensen die doorleefden en zich voortplanten. Als je dus dit soort oefeningen doet, dan is je lichaam al gauw geneigd om niet zo hoog te gaan, maar tot hier in plaats van helemaal daar. Dus je moet ontzettend zelf opletten dat je een oefening zowel de eerste als de 800ste keer gewoon goed uitvoert. Niet naar beneden laten zakken. Niet denken, het is de makkelijke manier als ik kijk toch niet. Gewoon precies voelen wat je doet. En de eerste en de laatste keer zijn even hoog. We gaan de voeten iets wijder zetten. We gaan omhoog. En we gaan hele kleine stukjes, zo hoog als we kunnen. Kleine stukjes op en neer. Op. En op. We komen dus niet meer bij de grond. En we doen ook niet iets halverwege. Je gaat zo hoog als je kan. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En nog 8. 7. Je dacht dat je er al was. 6. 5. 4. 3. 2. En de laatste. En nog 8. 7, dit zijn echt de laatste. 6, 5, 4, 3, 2 en de laatste. Oké, dan ga je liggen. Je trekt even de knieën naar de borst en je ontspant eventjes. We gaan hem terug liggen met de knieën opgetrokken neergezet. De handen diep in de nek. Het hoofd hangt in het kuiltje van je handen. Je ligt op de grond. Je trekt je buik aan. En dan ga je met je ellebogen omhoog. Maar als je last hebt van je nek, dan probeer je het een paar keer. Het is niet goed om zo'n nek zo te ontzien dat hij niks meer doet. Als je daarna niet kan, dan leg je hoofd neer en je doet bijvoorbeeld dit. En dan tot het moment wat je kan. En als je dan ook nog last van je rug hebt, dit is dus het alternatief, hè? Dit is het alternatief. Handen in de nek. Ellebogen wijzen recht omhoog. Trek je buik aan. Rustig omhoog en omlaag. Je gaat recht omhoog. 2. Blaas uit als je omhoog gaat. Adem in als je terugkomt. 5. 6. 7. 8. Dan gaat er 1 been mee omhoog. Op. En terug. Er zit een asje tussen je knieën. Je gaat dus niet met dat been alle kanten op. Je bovenbenen blijven naast elkaar. Alleen je onderbeen steekt uit. 4. 5. 6. 7. 8. 2 tegelijk. Op. 2. Ellebogen naar het plafond. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 elleboog, andere elleboog. 1. En terug naar de grond. 2. En terug. En op het moment dat je hier ligt, trek je buik aan. Op. 4. 5. 6, dit zijn natuurlijk de schuine buikspieren. 7 en 8. En dan doe je als je rechterarm omhoog gaat, je linkerbenen uitsteken. Dus je doet diagonaal. En dan gaat mijn linker elleboog en mijn rechterbeen. En als je hem eenmaal goed hebt, moet je niet nadenken, dan gaat het verder vanzelf goed. 5, 6 en terug. 7 en terug. En 8. En dan met 1 elleboog tegelijk, maar 2 benen. Op en terug. En op en terug.
En op, draai niet te ver. Je zoekt een punt boven je. En daar ga je met je elleboog naartoe. Dus je gaat niet dit doen, want dan ben je een soort je rug aan het manipuleren. Daar hou ik niet van. Twee en terug. En de laatste en terug. Kleine stukjes, de hele serie opnieuw. Omhoog en omlaag. Trek je buik aan. Op en terug. Op en terug. Op. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Eén been, andere been. Op en terug. Op en terug. Op. En op. Nog vier. Drie. Twee. En de laatste twee benen tegelijk. En omhoog. En terug. Twee. Goed hoog met die ellebogen. Naar het plafond. Laat je hoofd hangen in het kuiltje van je handen. Nog vier. Drie. Gaan jullie al wat voelen? Ik wel. Twee. En de laatste. Dan doen we de schuine. Je laat de voeten staan. Eén elleboog omhoog. En die gaat dus echt die kant op. Niet die kant. En op. En op. Vier. Drie. Twee. En de laatste. Je rechter elleboog met je linkerbeen. En terug. En je linker elleboog met je rechterbeen. Dat geeft wel eens problemen hoor, bij sommige mensen. Dus let even goed op wat je doet. Dan heb je echt je schuine buikspieren te pakken. Nog twee. En de laatste. Twee benen tegelijk, maar wel één elleboog. Op en terug. En op en terug. Op en terug. En op en terug. Nog vier. Nog drie. Nog twee en de laatste. Strek je even uit. Je armen langs je oren. Je voeten naar beneden. Dan maak je helemaal recht. Je trekt een dikke buik aan in. Lekker hè? Dat voel je echt bij die aanhechtingen aan de ribbenboog. Handen in de nek. Op en terug. De hele serie nog een keer. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. En acht. Nu met één been erbij. We blijven recht omhoog gaan met twee ellebogen tegelijk. Op. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Twee benen tegelijk. En omhoog. En terug. Op. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Voet op de grond. Eén elleboog omhoog. En de andere elleboog omhoog. Drie. Vier. Rustig aan. Vijf. Zes. Trek je buik aan. Zeven. En acht. En dan de rechter elleboog met de linkerbeen. En terug. Linker elleboog, rechterbeen. En wissel. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Eén voor in de ellebogen. Beide benen. Op. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Heel goed. Strek je even uit. Gun jezelf altijd die rust, hè? Als ik een oefening doe waarbij je continu in beweging bent, oké. Maar als je deze oefening doet, ik doe elke keer even rusten. En als je dan doorgaat, dan word je te moe. Want het zijn best pittige lessen. Je gaat op je buik liggen.
met een kussentje onder je voeten, onder je enkels. Het hoeft niet, je mag ook je voeten op elkaar leggen. En zeker als je een holle rug hebt, dan gaat dat makkelijker. Maar voor de mensen voor wie het nieuw is, die multifidi oefeningen, is beginnen met een kussentje wel zo makkelijk. Je ligt op je buik. De handen zijn onder de schouders, de ellebogen tegen je lichaam. Of je legt je handen op je billen om te voelen of ze aanspannen of niet. Je doet je voeten dicht bij elkaar, een beetje naar binnen gedraaid en over elkaar heen of dicht bij elkaar. Ik vind dit wel een goede uitgangshouding. Eerst je bekken omhoog. Je staart gaat omhoog. Handen op je billen. Kom je een heel klein stukje omhoog. Van je taille naar beneden is alles ontspannen. Dus, benen ontspannen. Naar binnen gedraaid. Of uit elkaar en naar binnen gedraaid. Zoek een plekje. Zoek hoe het makkelijkste gaat voor jou. Bekken omhoog draaien. Staart in de lucht. Handen hier of handen hier. En dan kom je met je neus naar de mat. Heel klein stukje omhoog. Als je een hele holle rug hebt, kun je veel verder komen dan dit. Ik heb een stugge rug. Ik kom niet hoog, maar ik ga niet zo hoog dat mijn bilspieren... Kijk, nu spannen mijn bilspieren aan. Hè? Dan kom ik te hoog en dan laat ik mijn bilspieren het werk doen. En dan doen die hele kleine multifidi, die doen helemaal niks. Die bilspieren mogen niet werken. Die bilspieren zijn ontspannen. Bekken omhoog. Op en terug. Op en terug. Op. En op. Ga ook niet denken, ik ga zo hoog mogelijk door mijn hoofd omhoog te gooien. Krijg je een knak in je nek, krijg je last van je nek. Niet doen. Kleine stukjes. Kleine stukjes. Controleer. Je billen zijn omhoog, op en terug. En je billen zijn ontspannen, je benen zijn ontspannen. En dan voel je, als je er 16 of 32 keer eentje doet, dat hier druk komt op de onderrug. En dat is precies de druk die we moeten hebben om de multifidi te oefenen. Daar zitten ze en die zijn we aan het oefenen op het ogenblik. Als je meer wil weten over de multifidi op de site physioinfo.com, ga ik daar vanmiddag een stukje over schrijven. En dan kun je het allemaal nalezen. Het zijn hele belangrijke spiertjes. Op en terug. Nog 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2 en de laatste. En omdat je dan met een holle rug bent bezig geweest, wil je die spiertjes weer ontspannen. En dan doe je er even een bolletje te maken. En als dit niet gaat, vanwege je knieën of wat dan ook, dan ga je even zitten. En je doet hem even zo. Even lekker ontspannen. Want je moet roeien met de riemen die je hebt. We kunnen niet meer alles, steeds elke oefening. We gaan planken. En dat doen we allemaal op onze eigen manier. We gaan het ietsje moeilijker maken dan die was tot nog toe. Dus je ligt of op je knieën en je ellebogen. Op deze manier. Of op je tenen en je ellebogen. En dan gaan we één voor één een been even optillen. En optillen en terug. En dan is het maar even. En optillen en terug. En dat kan op je knieën ook. Optillen en optillen. En als dat makkelijk gaat, dan probeer je hem zo. Dan ben je blijkbaar te sterk geworden voor die simpeler oefening. En op. En op. Ik zal een klokje zetten. Op. En op. Trek je buik aan. Geen hangbrug maken. 10 seconden. En op. En op. En op. En op. Dat is 20 seconden. En dan gaan we vanaf nu rustig. Je mag doorgaan op deze manier, natuurlijk, absoluut. Maar het is ook goed als je nu gewoon rust neemt. Op deze manier, dit is rust, hè? 30, ga door. 38, 39, 40, nog 20 seconden, we zijn op 2/3. 45. Schouders zijn laag, handen zijn ontspannen. 54, 55, 57, 58, 59, 60. Heel goed. Wij zitten aan het begin van de mat. En met onze benen gestrekt of gebogen, lopen wij op onze zitknobbels naar voren.
En als je het met gestrekte benen doet, met je armen zo, en dan loop je, als je aan het einde van die mat bent, loop je weer rustig terug. Het is voor deze spieren hier, ze maken dat je een bespetalje krijgt, dus dat is nooit weg. En je gaat rustig naar voren en naar achteren. Op en op. Ook weer spieren die we niet helemaal genoeg trainen, maar zometeen met de zeemeermin komen ze weer aan bod. Op en weer terug. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En nog één keer terug. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké. We gaan liggen op de buik. We steunen op de ellebogen. Onze handen zijn ontspannen, ons gezicht is ontspannen. En dan flexen wij de voet en je pointen. En terug. En flex, point en terug. En dan ga je niet zo alsof je een boek zit te lezen op het strand, maar dat. Dus op je schouders. Flex, point en terug. 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 Flex, point. Zak niet in, hè? Je lichaam heeft de neiging om in te zakken. Niet doen. Op die schouders blijven. Niet dit, maar dit. En je kijkt niet naar voren, want dan krijg je een knak in je nek. Blijf maar gewoon rustig met je neus een beetje naar de mat. En terug. Flex, point en terug. Kun je het met allebei tegelijk? Flex, point en terug. En flex, point en terug. Nog twee. En de laatste. Deze oefening is om tegenwicht te bieden aan al die keren dat we met een kromme rug in elkaar gezakt zitten. In de auto of op een stoel of wat dan ook. En deze maakt de rug hol. En wat je met die voeten doet is eigenlijk helemaal niet interessant. Dit gaat gewoon erover dat je even lekker met een holle rug ligt. Dat is hem. We gaan iets verder naar beneden. Leg je handen op de grond. Plat op de grond. Als een soort van sphinx. Dan probeer je om je handen, je ellebogen onder je vandaan te trekken, zonder dat je inzakt. Dus als je te hoog gaat en je doet dit, dan zak je in. Je probeert op dat punt te zoeken waar je dat en weer terug. Dus als het goed is, verandert mijn romp niet van positie. Op en terug. En op. Als je hier bent, probeer je of je spieren van je rug helemaal ontspannen zijn. En du moment dat je elleboog onder je vandaan trekt, spannen al je rugspieren aan. En terug. En op. En terug. Nog vier. Zoals gewoon een kramp in mijn voeten. Nog drie. En terug. Nog twee. En terug. Probeer zo hoog mogelijk. En de laatste. En terug. We gaan liggen op de rechterzij. Neem even je tijd om vooral die hele mooie houding te zoeken. Heel mooi van je enkel naar je heup, naar je schouders, naar je kin. Alles één grote rechte lijn. Mooi recht. Oké. We gaan half hoog, hoog, half laag terug. Dus je gaat niet daar, want nu draai ik mijn hele bekken. Ik hou mijn bekken op dezelfde plek. Op en terug, min of meer. En op, en op, en op. Omhoog, omhoog, omlaag en terug. Dus ik deel hem in tweeën. Kleine stukjes op en neer. En terug. Op. En je houdt hem dus halverwege echt even helemaal stil. Dat is iets anders dan op en terug. Dat is iets anders. Op, terug, terug. Ga door. Onderste been is goed strak. Ligt niet lekker ontspannen neer. Lekker strak, op, terug en terug. Je mag je hand als een steun weer neerzetten. Hoeft niet, je mag je hand op je heup om te kijken of je heup niet meedraait. En op en terug. Dan leg je de handen voorlangs neer. Je steunt op je handen en op je ellebogen. En je gaat omhoog met zowel de benen als met je schouders. Dus de schouders komen van de grond. Het is niet dit.
Het is dit. En terug. Handen duwen op de grond en je leunt dus iets naar voren om steun te kunnen nemen op die handen. Maar uiteindelijk zijn het deze spieren, die we zo net zittend ook oefenden, die het gaan doen. 4, 3, 2 en de laatste. Dan liggen we neer. Half hoog, hoog, half laag, terug. Half hoog, hoog, half laag, terug. Op. 4, 5, 6, 7, 8. Handen voorlangs. Op. 2, 3. Blaas uit als je kracht levert. 5. Adem in als je teruggaat. 6, 7 en 8. En nog een keertje. Op, op, terug, terug. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doe nog maar 8 achteraan. 1, 2, onderbeen goed gestrekt. 3, 4, 5, 6, 7, 8. De zeemermin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En ook hier doen we er nog 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en de laatste. Keurig. We gaan op de andere kant liggen. Je voelde hem al aankomen, zeker. Je gaat liggen. Weer die mooie houding. Enkel, heup, schouder, kin in, holle rug. Hand op de heup, hand op de grond. Half hoog, hoog, half laag terug. 2. 3. Onderste been goed gestrekt. 4. 5. 6. 7. 8. Zeemermin. 1. Goed je handen op de grond houden, die moeten niet omhoog. 3. 4. Blaas uit, adem in. 6. 7. 8. Half hoog, hoog, half laag terug. 3, 4, 5, 6, 7, 8, zeemermin, op, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Onderste been goed gestrekt. Half hoog hoog. We doen 16 keer. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nog 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1. Handen voorlangs. 1, ook weer 16 keer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en nog 8. 7, 6. 5, 4, 3, 2 en de laatste. Keurig.
We liggen op de rug. Armen langs de oren. Rechterarm en rechterbeen steek je uit. En dan steek je linkerarm en linkerbeen uit. Rechterbeen en rechterarm maak je langer. En linkerbeen en linkerarm. Dus even lekker schurken. En dan zijn we het C-rondje nog vergeten. Dat gaan we nu doen. Rustig rollen en terug. En rollen en terug. Of je ligt zo. Je doet het gewoon lekker even. Het is echt bedoeld om even je spieren tot rust te manen. Op en terug. En op en terug. En dan maak je de benen lang. En je probeert in evenwicht te komen. Oeps, daar is die. Goed zo. Meteen kramp natuurlijk. Op, rug, hol, proberen, buik aan. Vrolijk lachen alsof het helemaal geen moeite kost. En weer terug. Keurig. We gaan nog een rugspieroefening doen. Dus kom op je buik liggen. De handen onder de schouders. Ellebogen tegen je lichaam, schouders laag. Dus niet dit, maar dit. Neus naar de grond. Ik kijk ze nu nog naar jullie, maar neus naar de grond. De benen zijn gestrekt, gespreid en uitgedraaid. En dan kom je omhoog terwijl je uitblaast. En terug. En op. En terug. Vier. Vijf. Zes, zeven, acht. Handen onder het voorhoofd. Ellebogen goed omhoog. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Armen langs zij en dan niet de duimen die kant op, maar alsof je aan het liften bent. Eén. Twee, ellebogen. Nee, de schouderbladen gaan naar elkaar toe. Blaas uit, adem in. Nog vijf. Zes. Zeven. Acht, handen onder de schouders. Zelfde serie nog een keer. Eén. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes, zeven, acht, handen onder het voorhoofd. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht en nog acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee en de laatste. We gaan rekken en strekken en we beginnen met de schelp. Op de knietjes, handen wijd en rustig op adem komen. Borstbeen naar de grond. Handen bij elkaar. En dan hang je door. Je bekken mag op de grond als je er komt. Probeer zo ver mogelijk te komen. Ga niet dat doen, maar kijk gewoon ergens voor je. Plat op de buik. Quadriceps. Pak de enkels vast. Knieën tegen elkaar. Schouders laag. Rustig ademen. Andere kant. Knieën weer tegen elkaar. We doen de schuttershouding. Dus je komt op de knieën. Zet één voet ver voor je uit. Hang door. Armen omhoog. En rond, 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 rond.
op de grond. Achterste been strekken. Dan duw je richting je hiel en je duwt richting beneden. Dus je liezen en je kuiten rekken. En dan doe je de andere kant. Knie op de grond, voet ver voor je uit. Dan hang je door. Armen omhoog. Omhoog. Maak jezelf helemaal recht. Handen op de grond. Achterste been strekken. En rustig naar beneden. Ga zitten. Eén knie. Of één voet over de andere knie heen. Je trekt dit naar je toe, zodat je dit voelt rekken. En dan kijk je om. En je kijkt zo ver mogelijk om. En andere kant. De voet over de knie. Trek de knie naar je toe. Voel dit rekken. En dan draai je. Zo ver als je kan. Nog verder, nog verder, nog verder, nog verder. En terug. Benen zijn wijd. Zo wijd als mogelijk. Bij mij is het niet verder dan dit. Je duwt jezelf naar voren. Of je trekt jezelf naar voren. En je komt naar beneden. Probeer niet met je neus de grond te raken als dat niet vanzelf gaat. Hier scharnier je naar voren. En je maakt niet je rug zo rond als kan. Rustig naar beneden. Voet het in de liezen rekken. Achterbenen. Dan ga je naar één kant. Je duwt de knie recht. Dit is liever niet, maar soms kan het niet anders. Of je komt gewoon zo ver, dat maakt nog niet uit. Hoe ver je komt is afhankelijk van hoe soepel je lichaam is. En je probeert te behouden wat je hebt. Maar denk niet dat je op je 60ste opeens twee keer zo soepel kan worden. Andere kant. Geloof me, ik heb het geprobeerd. Lukt niet. En terug. Voeten tegen elkaar. Pak de enkels vast. Duw de knieën naar beneden. Maak ruimte in je heupgewrichten. Duw naar beneden. Dan trek je aan je enkels en je maakt je rug hol. En dat voel je weer in je liezen. Borstbeen omhoog, kin in. Mooie houding. En terug. Je gaat zitten zoals je lekker zit. Maar eerst trek je jezelf hol. Dan gaat je arm omhoog. Je blaast uit. Maak die zijkant lang. En je ademt in. Je hand gaat nog hoger. En terug. Eerst hol trekken. Want je lichaam was al lang weer in elkaar gezakt. Andere arm omhoog. Blaas uit. Adem in. En terug. Trek jezelf opnieuw hol. Zie je hoe snel je lichaam dreigt om in te zakken? Niet doen. Hol maken, dan kijk je over je schouder zo ver als je kan. Dat is een echte nekoefening. Hè? En weer terug. En zo snel doe je, of zo langzaam doe je nekoefeningen. Je kijkt over je schouder, je gaat nog verder, nog verder, nog verder, nog verder en nog verder. En terug. Dan duw je je kin in, zodat je de knak uit je nek haalt. Je maakt je nek aan de achterkant helemaal recht. Duw in, duw in, duw in. Maak een onderkin, niet charmant, maar wel noodzakelijk. Rug hol, hoofd opzij. Voorzichtig doortrekken. En schuin naar voren. Voorzichtig doortrekken. En terug. Hol. Opzij. Doortrekken, voorzichtig. En schuin naar voren. En terug. Ik hoop dat jullie het een leuke les vonden en dat je jezelf daar goed mee op peil kan houden. En ik zou zeggen allemaal, blijf gezond. Vergeet niet om deze video een duimpje te geven of je te abonneren of allebei. Geef commentaar als je wil. Als je vragen hebt, stel die vragen, want ik ga er echt op in. Nou, ik hoop jullie binnenkort allemaal weer in de sportschool van Vincent te zien. En blijf gezond. Tot ziens, dag allemaal.